En het is vandaag ook de 15e. Ja! En vanavond zit ik voor de buis. Ja, 21:30. SBSS. Man bij de hond. Ja, lieve vrienden, toen waren we thuis. We zitten hier heerlijk bij de tuindeur. Ik heb net het zonnescherm uitgedaan en de parasol opgezet. En Rijka geniet in het zonnetje. Ja, hallo lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag. Ja, de tijd gaat hard. En het is vandaag ook de 15e. Ja. En vanavond zit ik voor de buis. Ja, 21:30. SBSS. Man bij de hond. Maar oké, ik kijk er al helemaal naar uit. Ik vind het geweldig. Maar ik wens jullie ook natuurlijk een hartelijk liefdevol welkom bij weer een nieuwe vlog. Van Corina en de Beestenboel. Ja, want het gaat gewoon door, hè. Het gaat gewoon door. Dagelijks gaat het door, mens. Ik te ziek ben, maar ach, dat kan nou niet boeien. Nee, we gaan nou vrolijk door. Ja, en ik ga zo meteen weer eventjes Rijka uitlaten. En want vanmiddag ook rond 2:30. Ja, dat is nog lang niet. Maar dan komt Rebecca weer. Ze heeft me al niet afgeappt, dus dat zal wel goed komen. En dan wordt er weer ijverig gewerkt. Voor die tijd hoop ik nog weer een paar vlogs in elkaar te draaien. En al is er maar één, dan is dat maar weer gedaan. En deze camera moet ook nodig leeg op deze na van vandaag. Dat laat ik erop. En ja, we gaan gewoon weer het mooie weer genieten. Ik zie wel wat waaien. Dus of het nou ja, ook daardoor koud is, ik weet het niet. Maar ik heb ook mijn oude vertrouwde vestje weer met zwarte, dus ja, komt allemaal goed. En we gaan gewoon vrolijk door. Ja toch? Hé Rijka? Oh, die is aan het spelen met haar grote klos touw. Ja, hé? Met haar grote touw. Oei, oei, oei. Ja, die haalt ze zelf uit de speelgoedbak vandaan. En dat sleept ze zo mee op de bak. Hé, hey, ja, lekker kouwen, een meisje. Hoe ze lekker kouwen. Ja, nou ja, dat is alleen maar goed voor haar. Ja. En ik had, hij is zo ontiegelijk groot, maar het lukt het toch wel. Ja. Ik zie ineens allemaal die kleinere dingetjes kopen, omdat het een klein hondje is. Ja, nou, het kind met groot. Ja. Dat zie je nou maar weer. Enkel, ja, ook groot, dat kost natuurlijk meer dan een kleintje. Ja, waarom? Het is hetzelfde materiaal. Ja, er zit wat meer in van het materiaal. Maakt allemaal niet uit. Maar lieve vrienden, geniet ze. Ga ik ook doen. En ik zeg graag tot straks maar weer. Ja toch? Doei! Ja, lieve vrienden, toen waren we thuis. We zitten hier heerlijk bij de tuindeur. Ik heb net het zonnescherm uitgedaan en de parasol opgezet. En Rijka geniet in het zonnetje. Moet ik op de deur even op de haak zetten, want dan ben ik nog vergeten. Maar dat die straks door de wind dichtklapt. Want het waait een beetje zoals jullie aan de vrilinderstruik zien. En hier zit meneer Gandalf. Hier. En prinses Eowyn, die wou naar boven. En die zit nou achter de deur. En die zei miauw, dus die wilde in. Even. Hoi, meisje. Zo. Ja, dan wordt het weer te warm voor jou, hè? Ben je weer liever binnen? Ja. Ja. Dus ja, lieve vrienden. Het is lekker rustig. Ik ga eventjes eten klaarmaken.
Een koffie, ik heb dorst, hier, ik heb dorst. En dus dat gaan we eerst even allemaal doen en ik zeg gewoon tot straks maar weer. Ja toch, doei! Ja lieve vrienden, ik heb weer van alles en nog wat gedaan. Ik heb boodschappen gedaan, ik ben net weer binnen. Zonnescherm is nog omhoog, parasol heb ik binnengehaald. Evie loopt net daar naartoe om regenwater te drinken. Daar hebben we Rijka. Rijka daar niet aankomen en mag er niet. Grote meid. Rijka nee. Rijka. Ewe. Hey prinses. Hele meisje. Kom maar. Maar ja, ik ga zo meteen haar wel naar binnen halen. En de deur dicht, want ik wil de warmte van vanavond erin houden. Ja, zeker weten. En daar hebben we Kandal voor het raam. Hi man. Oei, dat wist ik niet, dat raam nog open stond. Oei, oei, oei. Dat wist vrouwtje niet. Het Rebecca gedaan. Oei, en niet dicht gedaan. Oei. Nou is die wel dicht. Zo. Ben ik weg geweest wel. Oh, wat erg. Dat wist ik niet. Kijk, dan gaat die er weer uit. Mallet. Maar oké, ik heb een tas vol met boodschappen. En ik heb nieuwe schoenen. Ja, ja. Ben er blij mee. Hele mooie schoenen. Of niet dan? Ja, hele mooie schoenen. Dus ja, ik ga de boodschap opruimen. Het is allemaal voor mijn verjaardag hoor. Ja, drank. Gebak. Tenminste gebak. Gebak. Dat zijn mijn oude schoenen. Zo, dat is voor in de douche. En dit is voor Rijka. Ja. Vlaaien heb ik. Appelkruimel en abrikozenraspen. Dus ja, dat is lekker. En een nieuw potje curry, dat wist ik uit mijn hoofd. En de rest wist ik niet uit mijn hoofd, dus ja, dat moet ik met nagaan. En dit is voor in de douche. Dit bakje voor bij de kraan te hangen. Dat lijkt me wel wat handiger voor mij. En ik heb een leuk balletje voor Rijka gekocht. Ja, dan kan ze daar mee spelen. Ik wil dat er niet eens helemaal eraf. Dan moet ik dat met de schaar doen. Schaartje. Even een moment, geduld. Zo. Smiert. Zo, dat er ook af. Dat moet weggegooid worden. En voilà. En dan kan ik hier met haar mee spelen. Ja. Kijk, hier kun je je hond doorheen doen. En kijk eens, wat is dit? Wat is dit? Wat is dat? Wil je met mij meespelen? Is voor ons saampjes. Ja, goed zo. Kijk. Nou, het vrouwtje hem weer. Oei, ja, ja. Oei, ja, ja. Oeh. Je moet hem terugbrengen. Dat is de bedoeling. Ze laat het wel heel makkelijk afpakken. Daar gaat hij hoor. Gaat ze een beetje. Kom maar. Kom dan.
wel terugbrengen. Pakken. Kom maar. Kom maar, pakken. 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 Kom maar. Pakken. Pakken. Ja, goed zo. Pakken, pakken, pakken. Nee, hier brengen. Naar vrouwtje toe. Kom. Kom. Kom dan. Kom. Kom. Neem me mee. Kom. Rijka, kom dan. Rijka. Kom. Hoe blij ze dan is met zo'n ding. En wat kost het? Bijna niks. Nee. Maar ja, oké. Ze hebben weer speelgoed, dus ja. Oh god, hier dikkie. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie. Hoe laat leven? Ik weet het niet eens. 17:46, bijna avond. Dus ik zou zeggen, smakelijk eten. Bon appetit. En ik wens jullie natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet ervan. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden. Oh, wat vind ik raar. Hoe moet dit nou? He, zo. Nee, nee, jij naar achteren. Zo, jij die kat op. Zo is beter, hè? Ja, mijn kettingen zitten erin. Ik ben net weer thuis met Rijka, even een rondje gelopen. We hebben al gegeten. Ik had Rijka, die laat het weer eens een keertje staan. Maar hij doet er niet toe, ze bovenaan op tegenwoordig staan. Ja. En ik heb mijn eerste aardbei uit de tuin. Ja, ja. Hele mooie rode. Toch? Die zal ik zo even wassen en dan gaat hij wel op mijn mandje in. Ja, ja. Lekker, lekker, lekker. Vind ik heerlijk. Ja. Aardbeien, eigen tuin. Oké, het is mondjesmaat. Het is niet veel wat ik momenteel heb. Maar ik hoop dat ik toch wel eens een keertje wat meer mag hebben. Ja, en weliswaar niet in de aardbeientoren, maar wel in een bak op de picknicktafel. Maar oké. Ik had vorig jaar ook een paar en die at ik gewoon zo tussendoor op, ja. Zonder om ze weg te moeten gooien. Dus ja, daar eet je ze op. Zodra ze rood zijn en rijp zijn, eet je ze op. Ja, heel meisje toch. Maar oké, lieve vrienden. Mijn blokje heb ik dus weer gedaan. En vanavond televisie kijken uiteraard. Hè? 21:30, ja ja. 5 juni vandaag. En het is nu 8:03. Ja, en dan heeft vanavond de mond bij het hond XL. En daar kom ik in voor. Gezellig. Ik hoop dat jullie het leuk zullen vinden. Of wanneer deze geweest is. Mijn vlog te pas opkomt. Dan is het dus veel later. Dan hoop ik dat jullie het leuk hebben gevonden. Maar dat hoor ik allemaal wel. En ik zou zeggen voor nu een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet ervan. Doe wat je doen moet, doe wat je doen wilt. En voor later welterusten met mooie dromen. En morgen uiteraard gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.